Coach Jack de Geer, naar de 4-0 nederlaag uit bij Jong AZ. Wat een mokerslag. Ja, anders kan je niet noemen. Nee. Waar gaat het mis? Want alles gaat mis. Misschien een makkelijke constatering, maar waar gaat het mis vandaag? Ja, ik denk dat de wedstrijd ons na een minuutje of 15 of zo volledig uit handen glipt. Ik weet niet precies wanneer dat het doelpunt van ons afgekeurd werd. Hè. Het schot van Mike Trezor op de paal en de rebound die dan door Ferry Drijf volgens mij ingetikt wordt in buitenspelpositie. Ik vond daarna dat AZ in eerste instantie een paar omschakelmomenten had die gevaarlijk waren, waar ze kansen kregen. En daarna werden ze voetballen steeds beter. Ik heb in de rust gezegd, ja, als je niet in duel komt, als je op middenveld overlopen wordt en als je in overnames, coaching niet goed genoeg bent, ja, dan krijg je een doelpunt tegen zoals de eerste. Hè. Slechte communicatie. Dan krijg je ook nog de 2-0. Ja, en dan heb je het in de rust wel over dat het laatste gedeelte gewoon schandalig is. Omdat je niet in duel komt. En alle dingen die ik net noem, gewoon niet voldoende hebt. Ja, dan krijg je hier een moeilijke avond. We hebben geprobeerd om in ieder geval de tweede helft Mark Dijkstra weer naar het middenveld door te schuiven. En Frank Sturing te brengen. We kregen nog wat kleine kansjes en dan moet je even scherp zijn om de 2-1 meteen te maken. Dan kan er wat ontstaan in de ploeg en dan kan zo'n wedstrijd ook zomaar omdraaien. Maar de eerste, de beste counter voor AZ, die zat er gelijk in, was 3-0. Ja, dan voel je wel heel langzaam dat het steeds verder wegzakt. De 4-0 is natuurlijk helemaal typerend in de laatste minuut of blessuretijd, waar spelers uitglijden, niet in duel komen. Dan moet die gifbeker vandaag helemaal leeg. Je hebt moeten puzzelen met de opstelling. Jongens van het middenveld en van de zijkanten naar het centrum moeten halen. Dan heb je eigenlijk een heel voetballend middenveld. Met Bruin, Overtoom en Daishimi, echte voetballers. Dat kwam er totaal niet uit. Nee, daar ben ik met je eens. Met dat middenveld kwamen we ook in de problemen in de omschakeling met spelers die daar gewoon weggelopen werden. En daar hadden we heel veel moeite mee. Vandaar ook dat we daar eigenlijk in de rust in ieder geval op één positie hebben ingegrepen. En ja, omdat je achter staat, hou je dan eigenlijk Mike erbij dat je dan min of meer met vier aanvallers speelt en twee middenvelders. Maar ja, goed, dat was gewoon niet goed genoeg. En ook niet voor het eerst dat het team helemaal uit elkaar valt, hè? En dan een groot pak slaag krijgt aan het einde. Ja, nou ja, goed. En dat is zorgwekkend natuurlijk. Dus heel makkelijk. En ook weer Randy Wolters, weer een gele kaart. Aanmerking op de leiding. Hoe ziek ben je daarvan? Ja, nou ja, goed. Het is een vijfde kaart nu. Die is volgens mij geschorst, als ik het goed heb, voor de volgende wedstrijd. Ja, dat zijn dingen die hem... Dat mag hem gewoon niet gebeuren, weet je. En... daarom hebben we hem ook gewisseld, want hij bleef maar op de scheidsrechter reageren. En hetzelfde geld krijgt hij nog een tweede gele kaart. Ja, we hebben afgelopen vrijdag gezien wat de consequentie kan zijn. Ja, nou ja, goed. Dus dat was de reden. Nou, de vraag, hoe nu met NEC? Ja, nou ja, hoe nu? Ik heb eerlijk gezegd nog geen enkele andere uitslag gezien. Dus kijk, wij moeten ons richten op de play-offs. Dat zal in het slechtste geval zal dat 5 punten achterstand zijn, nu op positie 11. En dat wordt een hele kluif om dat gat nog te dichten. Maar ja, luister, daar moet je wel voor gaan. Zo simpel is het. Ja, maar goed, in de winterstop heb je nieuwe energie gekregen. Hè? Met Druif en Bruin. Dat bracht echt nieuw elan in het elftal. Ja, die kans heb je nu niet. Het moet echt met deze jongens gebeuren. Het moet met deze jongens gebeuren. Dat weten we ook. Dat is een selectie die we hebben. En daar houden we ook aan vast. Maar ja, die frisheid die was er inderdaad vandaag niet. Hè. We hebben dat ook met Branderhorst ook nog erbij. En Randy Wolters is teruggekomen van een blessure. En ja, dat is een hele periode, heeft dat die frisheid gebracht. En ja, op de een of andere manier denk ik toch dat er mentaal wat gebeurd is met de ploeg. Na twee nederlagen en na de eerste de beste tegenvaller in deze wedstrijd. Want kijk, in eerste instantie heb je zelf de eerste kans. Als je die direct maakt, ja, dan speel je een heel andere wedstrijd. Maar ja, daarna mag je nooit zo ver wegzakken natuurlijk met z'n allen. Dus weer werk aan de winkel voor psycholoog Jack de Geer? Ja, nou ja, goed, ik ben trainer. Maar ja, goed, uiteindelijk ben je verantwoordelijk en probeer je die ploeg weer eruit te krijgen met je hele staf. En ja, dat kan je niet alleen. Dat wil je misschien wel, maar dat kan nou eenmaal niet. En wij doen daar elke dag alles aan. Maar ja, dit zijn zware tijden. Het is met name toch wel een mentale kwestie lijkt. Het zijn toch jongens die allemaal goed kunnen voetballen? Ja, nou ja, goed. En
Zelfvertrouwen is een heel belangrijk onderdeel in het voetbal. Hè? Want je ziet ploegen die heel veel zelfvertrouwen hebben, die stijgen boven zichzelf uit. En ja, op dit moment hebben wij, misschien door de twee nederlagen, is dat zelfvertrouwen weer heel broos. En ja, zakken wij daardoor door de ondergrens. Want ja, die jongens kunnen allemaal voetballen. Alleen ja, dat komt er niet uit vandaag. Dus de enige remedie, winnen uit bij Jong PSV en dan het goede gevoel weer terugvinden. Ja, nou ja, dat is duidelijk. Dat is eigenlijk elke wedstrijd zo. En je loopt heus wel een keer een zeepert op. Maar ja, zoals deze, dat kan natuurlijk niet gebeuren. Succes daarmee. Ja, dankjewel.